aan mensen. Mijn haar is vettig en ik wil echt nog heel graag mijn haar rood verven. En ik ben bijna 20 en let's do this! Ik ga de Garnier Herbation met Kraftendien Complex met Bamboes Essence. De Kraftendien, dat klopt niet, dat kan ik niet uitspreken, dat is te moeilijk woord. En het is 10 minuten intrekkingstijd en ik ga 5. Mahoney roodbruin. Oftewel mahoney roodbruin. Ik heb deze wat eerder gemengd met een bruin. En ik heb hier nog een andere bruin staan. Maar ik ga ze niet mengen, want ik wil mijn haar rood. En ik wil niet weer roodbruin. Want het is dezelfde kleur als ik nu heb. En dat is gewoon mijn eigen haarkleur. Want kijk, even, ik weet niet of je het kan zien. Zeg maar. Like this. Dit is mijn uitgroei. En dit is mijn haarkleur, maar dan met een aangetaste oranje glans erop. Maar het is heel erg vettig, dus ik moet ook echt gaan wassen. Ik denk dat ik nu in het middelste zit, helbruin. Helbruin of middelbruin? Ik denk helbruin. En dat wordt dus rood. I'm so excited. En ik kan jullie meenemen in het proces van mijn haar verven. En het gaat waarschijnlijk mislukken. En dan ga je zo flip it. En ik heb al video's gekeken en zo, dus het moet gewoon gaan lukken. Alleen achter ben ik heel erg bang. Dus misschien dat tegen die tijd mijn moeder even gaat lopen. Ik ga nu eerst eventjes wat omkleden. Want in deze mooie kleren kan ik natuurlijk niet... Hoe swag. Okay dan. Let's unbox this package. We hebben de gebruiksaanwijzing. We hebben... Want dit... Dit is de nabehandelingscreme. Conditioner dus. De kleur. Ah, ik ben bang. En dan begint het toch al te knijpen inderdaad. En de ontwikkelingscreme. Ontwikkelingsmilch. En er zit nog iets in. Oeps. De gebruiksaanwijzing met de handschoentjes. Dit is de Duitse. Ik kom je halen. En ik ga mijn haar gewoon even borstelen. Misschien kan ik hem zo neerzetten. Oeh. Mijn haar is echt heel vet. Dus dan kan ik het gelijk wassen. Dat is wel wat ik nu doe. Want ik wou het gisteren eigenlijk heel graag doen, maar toen lag ik gewoon in bed en zo. Het was midden in de nacht. Eigenlijk wou ik het nu, ik denk na mijn feest, na mijn verjaardag en zo. Omdat ik vorig jaar natuurlijk ook met zwart haar zat op mijn verjaardag en allemaal kleurtjes en zo. Nee. Ik heb wel eigenlijk best wel lang haar, dus ik hoop dat ik het red met één potje. Want dat is natuurlijk het nadeel, ik kan niet altijd redden. Dan nemen wij de ontwikkelingsmilch en de kleur. Oh nee, eerst gaan we gewoon gaan doen. Oké. Ik zei, ik kan niet kijken, want ik kan mijn haar kleuren. Oh. Het begint nu al, jongens. Dit is het begin van één grote mislukking. Let's do this. Oh mijn god, 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 oh mijn god. Vieze olie uit. Oh, het stinkt. Syria, I need a chew. Normaal verf ik mijn haar altijd met Syria. Of verf Syria mijn haar. Dus dit wordt mijn ontgroening qua haarverven. Alleen. Hallo, ik zou het toch een keer alleen moeten kunnen. Oké. Let's shake it. Want tussen je handschoenen aan doen, want die handschoenen zijn kut. Oeh, ik ben echt bang. Ik heb nu echt te voelen. Schud zorgvuldig ontwikkelingscreme aan met behulp van de dop. 30 seconden. Shake it, baby. Oh, 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 oh. Oh,
god, nou ben ik bang. Ik kan mijn knieën zetten. Hoe was het voor jullie? Speciaal voor jullie? Het gaat echt niet goed. Of toch misschien wel. Ik leef nog. Ik ga het in mijn haar doen. Oh god. Ik ben nu al bang gewoon. Oké. Mamma mia. Jongens, ik kan het niet goed zien. Ik ben bang. Ik ben gewoon heel bang, oké? Laat mij lekker bang zijn. Laat mij gewoon niet bang zijn. De camera lijkt me ook alleen maar af. Mijn handschoen is ook goed kut. Dat je het even allemaal weet. Lekker geluid, joh. Lekker man. Ach, wat mooi. Oh my god, het is paars. Het is paars. Het gaat paars worden. Oh. Ik zet de camera even uit en kom zo bij jullie terug. Mijn hoofd is rood. Jullie zien het helemaal niet zo goed, maar het is nu dus een beetje paarsig. Mijn hoofd is al heel erg rood, dus dan moet ik even gaan schoonmaken. Ik heb mijn handschoentjes uitgedaan en het is nu tijd om het 10 minuten te laten intrekken. Dus ik ga even naar beneden. Het is eng. Dus ja, laat een Instagram foto gaan posten. Yay. En ik had best wel veel over, dus ik weet niet of ik het nou goed gedaan heb of niet goed gedaan heb. En ik heb eigenlijk helemaal geen rommel gemaakt, dus dat is goed. Maar ja, we moeten nog uitspoelen, dus ik zie jullie daar weer. Doei! Kijk, het is roze geworden! Nee, grapje. Sneak peek. Ik zie het zelf nog niet, ik zie alleen dat er echt nog wijze een rode gloed over zit. Ik denk dat ik mijn haar dadelijk ga feunen. Het is nu tijd om deze zooi op te ruimen. En dan ga ik mijn haar feunen. Oh, ik ben bang. Olie. Lekker veel pompjes. Oké, je ziet het niet, want het is nog een beetje nat. Maar het is de bedoeling dat het paars-rood wordt. Alleen, je ziet alleen bij de uitgroei een beetje. De rest is nog allemaal veel te donker. Dus ik ga even verder met feunen en yeah. Ik denk dat ik maar even mijn kop moet gaan zoeken die hierop hoort. Oh my god, bovenop zie je echt dat het echt heel fel is. Dat is natuurlijk ook wat ik het eerst gedaan heb. Kijk, oh my god. Ik vind het wel een mooie kleur, echt dit. Dus als het deze kleur wordt, I like. Het zwarte haar, dat was echt heel raar bij mij. Het stond in principe nog niet heel slecht, maar oh my god. Het wordt vuur en vuur en vuur. Oh, ik ben een plukje vergeten. Hey, hey, hey. Check. Lol. In ieder geval, ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Check. En ja, jullie zien het dadelijk wel weer, denk ik. Gonna be a redhead. Oké, ik laat nu nog aan de lucht opdrogen. Het is nog een beetje, ja, vochtig. En ik zie jullie dadelijk echt terug. Ik heb net nog even gefeund, maar kijk dan. Oh my god. Oh my god. Het is echt niet lang niet allemaal geraakt hoor, maar oh my god, check it. I like it. Tot zo, of zo, want je ziet echt nog niet goed. Ik verfde mijn haar en het mislukte. Why not, weet je? Ik heb veel haar, ik heb dik haar. We hadden gewoon over. Ik ga even naar voren lopen, achter, en lamp aan doen. Niet schrikken, 3, 2, 1.
Bam! Je ziet het niet eens. Hoe ga ik dit laten zien? Ik heb nog wel mijn verfkleding aan en zo, maar ja. Maakt niet uit. Ja! Hallo, dit ben ik met rood haar. En je ziet het niet eens! Humor. Wat je ziet is een rode gloed. Een paars-rode gloed. Alleen die had ik al van mezelf. Oh my god. De reden dat ik niet naar de kapper ga, want ik weet zeker dat heel veel mensen zeggen: waarom ben je niet bij de kapper verven? Dat is puur op het feit dat ik bang ben dat het permanent is. En dat het in één keer niet mooi is. Ik had een variatie. Ik ben benieuwd hoe het er morgen uitziet. Jullie zien echt helemaal geen verschil op de camera. Dus dat is mooi. Ondanks dat mijn hoofd een beetje rood is en zo. Maar ja, verder. Zelfs dat zie jij niet, Ojan. Ja, daar ben ik met rood haar. Paarsrood. Ik wil het goed aan je laten zien, want het is mooi. Het is mooi. Je kunt ook zeker dat er een vraag over krijgt van: mensen, zal het wel goed staan? Het zou wel zo mooi zijn. Ik vind het ook mooi, maar ik vind het gewoon jammer dat je het niet goed kan zien. Want dit is wel de kleur die ik wou. Alleen het is me niet helemaal droog. Ja, hier wel. Zie je het zo? Nee, ook niet. Goed. Er niet tegen, weet je dat? Dus, dit is niet zo plezant, jongens. Dat jullie het niet zien. Oké, heel mooi. Jammer dat je het niet kan zien. Zie je wel in de volgende video. Ik zeg voor nu doei, want deze video duurt al veel te lang.